Ik ben eigenlijk heel hard geraakt door een plaatje dat is aangevraagd door de grootmoeder van Liv. De grootvader van Liv, die is terminaal ziek en dat weet de familie nog niet zo heel lang. Maar hij heeft ook niet zo heel veel tijd meer over. En daarom wilde de grootmoeder van Liv graag een heel specifiek plaatje horen. Ze wilde namelijk de cover horen die Liv zelf gespeeld heeft op Studio Brussel. Een cover van George Ezra. Budapest van George Ezra. Dat was voor een wedstrijd dat zij dat gewonnen had bij Studio Brussel. En omdat we Liv een beetje kennen, hadden we Liv gevraagd om dat gewoon hier te komen spelen. Live in ons tipi op de camping van Music for Life. En ze heeft dat ongelooflijk goed gedaan. Liv heeft geen ervaring met voor publiek spelen. En ze speelde het nummer speciaal voor haar eigen bompa, waarvan dat ze weet dat die niet lang meer te gaan heeft. Dus dat zijn zoveel redenen bij elkaar om het echt heel moeilijk te krijgen tijdens dat lied. En ze heeft dat gewoon foutloos gedaan. Zo ontroerend gebracht, dat dat oprecht een van de mooiste momenten voor mij is van heel Music for Life 2014. En dan heb ik ook nog iemand aan de telefoon hangen. Een heel goedemorgen, dag Vera. Ja, goeiedag. Vera, jij hebt een heel bijzonder nummer aangevraagd. Ja, ik heb de cover aangevraagd van Budapest, van George Ezra, gezongen door mijn kleindochter. Door Liv. Liv is jouw kleindochter? Ja, Liv is mijn kleindochter. Fantastisch. En daar hangt een klein verhaaltje aan vast. Haar bompa is terminaal ziek. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel plots gekomen. Dus dat was altijd een heel atletische man. Die heeft nog de Ten Maas gelopen in april. En dan in mei, juni, werd er vastgesteld dat hij totaal geen klachten had, dat hij water op zijn longen had en een terminale kanker die niet meer te genezen was. Hij had nog 9 maanden te leven. Mm-hmm. En toen, een paar weken later, dan heeft Liv een wedstrijd gewonnen bij Studio Brussel. Dan heeft ze daar een cover mogen zingen. Dus Budapest van George Ezra. Ja. En dat heeft hem toen zo gepakt. Hij was zo fier. Dat was echt zo'n opsteker in heel die donkere miserie. Zo'n echt lichtpuntje. En nu dacht ik, we zijn nu weer een paar weken verder en hij kan nu echt niks niet meer. Hij is echt terminaal. Hij kan alleen nog muziek luisteren, tv kijken en hij volgt al heel de week Music for Life. En ik dacht, moest hij nu die plaat terug horen van Liv op de radio, dat hem daar heel veel deugd zou doen. Een klein geluksmoment in deze moeilijke dagen, dat zou ik hem toch zo graag gunnen. Dat is fantastisch. Mijn beste Vera, we zouden kunnen gewoon de cover spelen. De cover die is opgenomen bij ons bij Studio Brussel. Maar we hebben gewoon eigenlijk Liv naar onze tipi gehaald hier in Boom. En Liv gaat het dus helemaal live spelen op dit moment. Je kan het nu zien live op 1. Of je kan blijven luisteren natuurlijk naar Studio Brussel. Want Liv zit helemaal klaar en speelt nu Budapest door George Ezra. Dat is een prachtig cadeau. Bedankt allemaal en een prettig kerstfeest. Prettig kerstfeest. Dankjewel. Dag Vera. Dit is Liv. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful castillo, you. Of a land I have achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you hold me, then all of this will go. The list goes on. If you just say the words, I'll up and run all to you. Ooh, you, I leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Too much if you took my hand, but for you, I leave it all. And give me one good reason why I should never make a change.
a change. And baby, if you hurt me, then all this will go. My husband put a past my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful cassette. Are you, you, I live it all. Ongelooflijk. Live bij ons, Liv in onze tipie met haar eigen versie, haar eigen cover van George Ezra's Budapest, speciaal voor haar Bomba. Music for Life. Studio Brussel.